dan heb je misschien gezien dat er iemand is binnengekomen. Niet waar, Monique? Dat klopt. Het is zijn majesteit van de Belgische rock'n'roll scene, Clement Peres. En ik kan er maar één ding op zeggen. All right. En dat is meteen ook de titel van jullie nieuwe cd. Vertel eens wat over jullie nieuwe cd. Ja, mag ik eerst even iets anders zeggen? Jij mocht alles zeggen van mij. Ja, ik heb door verschillende mensen aangesproken die precies een beetje kwaad zijn op mij, omdat ik het gezegd heb over die trombuitsteuren. Dat een lelijk ding is. Maar je moet dat voorstellen, als je hiernaar komt, hè, met de beste bedoelingen, om cultuur te brengen, om de mensen een beetje bij zich te houden enzovoort. Allee, ze hebben dat podium zodanig gezet dat als je erop staat, hè, die mensen in dat publiek, die zijn niks, die stonden in hun rug naar die tuinen. Maar wij stonden er heel een tijd op te zien, hè, met dat lelijk ding. En dan hebben ze, tegen de vorige keer, hebben ze hier nog tot in de helft opgekust. Dus om die lelijkheid nog wat extra glans te geven, ik vind dat heel... Ik vind dat spaartig dingen eigenlijk. Wat wil je dan? Dat de helft er terug opgezet wordt of dat de helft dat er nog staat afgebroken wordt? Ik zou het echt afbreken. Ja. Misschien kan je een bouwaanvraag indienen bij de stad Mechelen. We zitten hier nu toch bij, dicht bij de burgemeester. Misschien kan je een oproep doen naar Bart Somers. Wel, ik ben al een kleine enquête begonnen in de provincie Antwerpen, waar Mechelen tenslotte deel van uitmaakt, dan vooral in Antwerpen zelf. En daar is toch een heel grote meerderheid te vinden voor het afbreken van die toren. En had je er iets in de plaats willen zetten? Een standbeeld van CPX of zo? In Mechelen? Allee. Nee. Ze zeggen altijd, Antwerpen is stad en al de rest is parking, dus waarom niet, hè? Dat kon ik nou niet zeggen, maar als ze daarna ook parking van zouden maken, dat zou niet slecht zijn, want de wanneer keer dat ik in Mechelen kom, dat is altijd misère, hè. Dat is een feit, maar als hier alleen maar parking is, waar gaan ze dan het podium zetten als jullie nog eens komen optreden? Ja, maar dan mag je hier blijven staan, hè. Op de parking. Ja, maar als je in Mechelen komt, dat is precies, dat is gelijk een gezelschapsspelletje, hè. Een soort duilhof, dat je daar die wierwaar van die strotjes al, als je nou van de ring pakt tot al die mottige tuinen moet geraken, dan moet je... Ik zal niet zeggen tientallen, maar toch verschillende kilometers afleggen, terwijl het in vogelvlucht misschien 1500 meter is. En Mechelen is eigenlijk een klein stad. Hè. Het is een klein stad, je spreekt over een gezelschapsspel, maar wij komen wel op het monopoliebord, hè? Ja, eenmaal het meest waardeloze vakje. Dat is Mechelen-Breul. Vroeger hadden nog dicht, als ik me niet vergis, maar hebben ze het eerlijke schaamte, hebben ze dan kun je even een scherpe neuvel erop zetten of zo. Ik denk, meneer Clement Peres, dat we gaan moeten afronden, want we gaan hier anders problemen krijgen met de burgemeester. Want we zitten hier live vanuit het stadhuis uit te zenden en die mensen aan oren die gaan fluiten als ze hem dat hier moeten horen. Ik zal u het anders zeggen, hè. Als die Bart Somers, als die volgend jaar is het gemeenteraadsverkiezing, als die wilt scoren, hè, dan moet hij gewoon, met Photoshop is dat heel eenvoudig, moet hij zijn aangelaten portretteren voor de Mechelse skyline zonder die een tuin erbij. Wij zullen... Dat gaat echt scuren. Plus zo'n horizon, dat slangt een beetje af op een foto. Verstaan, die gaat er goed uitkomen. Oké, bedankt voor de tips. We gaan het hem zeker doorgeven. En ik denk, met zo'n campagne, dat kan niet anders dan dat Bart Somers gewoon dan gaat winnen. Oké. Meneer Clement, ik heb nog één vraagje voor u. U nog heel eventjes de dikke leu aankondigen, alstublieft? De dikke leu aankondigen? Met een vraag. Dus de vraag, are you ready for de dikke leu? Ja, en ik stel voor dat wij dan allemaal ja zeggen hier in de studio. Ja, maar okay, maar ik ben er niet ready voor, maar goh. Dat gaat toch al een leegje. Ja, maar we gaan draaien, hè, dus u zal niet moeten spelen, meneer Clement. Een ding gewoon hier toch, de Daniels. Allee, goh, maar ik zal het doen. Kom maar niet flauw doen. Are you ready for the dikke leu? Yeah!